Welkom bij de November Podcast. Leuk dat je kijkt of luistert. Mijn naam is Jessica Jaling, jouw podcasthost. November is een recruitmentclub en naast banen zoeken we graag verbinding met mensen. Om die reden nodigen wij bijzondere gasten uit die anderen kunnen inspireren, motiveren en vooral enthousiasmeren. Vandaag bij ons weer een bijzondere gast, ondernemer, lifecoach, moeder en nog zoveel meer. Welkom, Ashkeen. Hi. Ontzettend tof dat je erbij bent vandaag. Dankjewel. Dus voel je je welkom in Den Haag? Nou, ik moet altijd even Amsterdammer die Amsterdam uit moet, is altijd een beetje van zijn troon gestoten. Ja, ja. Nee, alsof je in een ander land terechtkomt. Nou, het is mooi hier. Prachtig. En zo met die herfstbladen. Prachtig. Ja, nou goed zo. Fijn dat je je in ieder geval op je gemak voelt. Hey, Ashkeen, je hebt een indrukwekkende weg afgelegd. Die begint bij het starten van een restaurant tot aan het openen van je eigen life coachingspraktijk. En zoveel meer daartussen wat je hebt gedaan. Kun je ons eventjes meenemen in het pad wat jij tot nu toe aan het bewandelen bent? Hoe ben je begonnen? Oh, jeetje. Ik denk dat ik ben begonnen met dat mijn moeder 16 was toen ze mij kreeg, of net 17. En mijn vader kunstschilder, een soort Herman Brood. Cool. Wilde kunstenaar, alcoholist. Ze hebben elkaar ontmoet in Parijs, op Nederlandse les. Mijn vader kwam net uit Bagdad, is een Armeen. En mijn moeder kwam uit Oud-Zuid als artsendochter die niet wou deugen en als au pair naar Parijs was gestuurd. Mijn moeder heeft heel rood haar. Is echt een ginger. En zij en dat had mijn vader nog nooit gezien, dus die wou haar schilderen. En ze kwamen elkaar tegen bij Franse les natuurlijk, want ze waren in Parijs. En nou, volgens mij is ze gewoon van die eerste keer zwanger geworden. Oh, maar echt? Toen heeft ze naar huis gebeld van oeps. En gek genoeg heeft mijn oma gezegd, terwijl dat het een heel liberale artsenmilieu was, van nou, dan moet je trouwen, wat ik nog steeds heel gek vind. Maar mijn moeder was ook eigenlijk wel verliefd op mijn vader. Tot mijn 15 in Parijs gewoond. En toen zijn we teruggegaan naar mijn grootouders in Amsterdam. En heb me eigenlijk altijd een beetje eenzaam gevoeld. En ik denk dat vanuit die enorme eenzaamheid, want we kwamen in een drukke artsenpraktijk met mijn moeder die toen pas 21 was. En mijn oom die was maar 4 jaar ouder dan ik, want dat was dan weer een nakomertje. Dus ik heb me altijd, eenzaamheid is voor mij wel echt een soort van rode draad geweest. En dat heeft heel veel vragen opgeroepen. Ja, en welke vraag heeft dat dan opgeroepen bij je? Waarom ben ik er? Wat is eenzaamheid? Wat voeg ik toe? Oh ja. Waar kom ik vandaan? Waar ga ik naartoe? Ja, best diepe vragen dus. Al van heel jongs af aan. Ja. 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 En heb jij, je hebt natuurlijk ontzettend veel gedaan. We hebben ook met elkaar afgesproken dat we niet alles kunnen behandelen. Wij zijn gewoon ontzettend geïnteresseerd in het stukje vanaf 2019 toen je je praktijk hebt geopend. Ja. En met name dan het stukje wat je doet voor de zakelijke dienstverlening. Hè? Ja. Dus echt voor de ondernemers, ja. De bedrijven. Ja. Kun je ons even meenemen? Wat doe je? Ja, ik ben life coach. Ik heb psychologie gestudeerd en geneeskunde. Dat waren eigenlijk mijn twee main studies. Maar ben bij televisie terechtgekomen. Daar heb ik presentatoren gecoacht heel lang. Ron Brandsteder, Anita Witsier in de tijd dat... dat was 1995, zo in die tijd. Oh ja. Toen televisie nog heel belangrijk was. Toen heb ik mijn ex-echtgenoot ontmoet. En samen hebben we een groot bedrijf opgestart, Jimmy Nelson Pictures. En dat, daar was ik directeur en heb eigenlijk heel erg leren ondernemen, puur zang, vanuit niks. We zijn gescheiden. En al die kennis, dus mijn psychologie-kennis, mijn televisiemaak-kennis, mijn moederschap, alles kwam opeens eigenlijk als een soort brandpunt bij elkaar. Samen met mijn eetverslaving uit het verleden. Eigenlijk alles wat ik heb meegemaakt komt nu bij elkaar. Dat is heel bijzonder, heel mooi. Het is echt een blessing in disguise. Ja,
Want is het nooit, omdat je dan die dingen, omdat je best veel hebt meegemaakt, hè? Dus je hebt ook voor flinke uitdagingen gestaan. Denk je dat je dan ook vormt als coach, hè? Als jij een ander iets wil overbrengen of een ander iets wil leren of ervoor wil zorgen dat iemand zijn overtuigingen loslaat. Heb je dan ook gewoon die levenservaring nodig, denk jij? Ik denk dat je een hele goede coach kan zijn zonder die levenservaring. Ik denk alleen wel dat mijn geloofwaardigheid is heel groot. Ja. Want ik heb het echt doorleefd. En ook, ik heb heel veel mannelijke cliënten. Heel veel echt grote quote jongens. Heel veel, soms denk ik echt van wow, de miljarden en de miljoenen vliegen om mijn oren. Omdat ik echt weet wat ondernemen betekent. En ook weet hoe je jezelf daarin kan verliezen. Hoe moeilijk het is om het concept vrije tijd, het concept weekend, het concept vakantiedagen. Dat is helemaal niet aan de orde. En het is best makkelijk, denk ik, om daarin met mij te kunnen schakelen. Ik snap heel goed hoe werk niet als werk voelt. Ja. En ik loop daar zelf ook tegenaan. Ik heb heel veel sessies op zondag en 's avonds. En dan zeggen mijn vrienden, hoezo heb je sessies op zondag? En dan zeg ik, ja, die mensen werken. Die kunnen alleen 's avonds. Jij past je dan aan. Ja, maar ook omdat het niet als werk voelt. Ik vind het echt zo leuk. Ja. Dat ik vind eerlijk gezegd het concept weekend en het concept vakantiedagen. Dat ken ik ook niet. En wat zijn dan de belangrijkste dingen waar je op let als je ondernemers helpt bij een stukje van hun ontwikkeling of bij een bedrijfsconcept of waar er dan ook behoefte aan is? Een steeds terugkerend ding bij ondernemers is. Wanneer is het genoeg? Ja, nooit. En waarom is het dan wel of niet genoeg? En wat is je echte doel? En je ziet dat bij ondernemers vaak het doel wat ze hebben in hun bedrijf of in hun werk, dat het eigenlijk voorbij gaat aan het doel wat ze persoonlijk hebben. Dus dat ze dan hun doelen wel bereiken in hun werk of bedrijf, maar hun persoonlijke doelen eigenlijk niet, omdat ze die nooit in kaart hebben gebracht. Ja. En dan vraagt ze zich af waarom ze niet gelukkig zijn, terwijl ze bij wijze van spreken wel hun targets hebben gehaald. Of mijn cliënten, hun miljoenen of 100 miljoen al op de bank hebben en nog steeds niet gelukkig zijn. Ja. Maar dat komt dat je dan dieper van binnen moet gaan kijken. En daar dan nog. Maar daar zijn ze nooit aan toegekomen. Nee, precies. En is dat dan wat jij. Ja, ik ben daar heel goed in. Ja, ik ben daar echt heel goed in om te zeggen, oké. Wat zijn dan eigenlijk de dingen die jij persoonlijk wel zou denkt nodig te hebben? Ja. En dan is dat op wat voor vlak zouden ze dan nog dingen nodig hebben? Dat is dan puur bepaalde overtuigingen of bepaalde trauma's waar ze tegenaan lopen. Nou, wat eerlijk, is dat dan? Eerlijk komt het eigenlijk altijd op hetzelfde neer. Maar dan verklap ik ook mijn recept. Ja, dat moeten we het niet komt doen. Altijd op het wel, natuurlijk wel. Het is gewoon altijd voor iedereen hetzelfde. Van iedereen diep in zijn hart vindt zichzelf niet goed genoeg. Ja. Dat is gewoon voor iedereen hetzelfde. Voor iedereen. En bij mensen die zeggen dat dat niet zo is, die durven daar niet naartoe. Ja. Maar dat diepe kern overtuiging dat je niet goed genoeg bent. Ja. Als je daar niet naartoe kan, durft, dan kan je dus miljarden of miljoenen of whatever verdienen. Maar dan blijf je dat afdekken. Geldt het dan ook voor jou? Oh my god, ja. Oh ja, ik bedoel, zelfs als ik hier naartoe rij, voel ik heel erg. Vragen ze mij voor een podcast, daar ben ik helemaal niet goed genoeg voor. Alleen als je daar vrienden mee kan worden, dan ben je vrij. Als je dan omarmt. Als je durft te voelen. Ja. En waar ik tegenaan loop, is dat heel veel van mijn cliënten zijn heel succesvol. En die hebben eigenlijk door heel veel externe validatie hebben ze voor zichzelf bewezen dat ze wel goed genoeg zijn. En om dan echt naar binnen te gaan en te voelen, ja, maar van binnen is nog steeds dat kleine jongetje of dat kleine meisje die daaraan twijfelt. Dat is voor sommigen best een ingewikkeld pad. Ja, omdat het echt een barrière is wat je ook op een bepaalde manier tegenhoudt natuurlijk in je ontwikkeling. En wat ook een veelkomend vraagstuk is, en ik vind dat superleuk, echt heel leuk, is als dan
het echte geluk van binnen zit. En als je, om maar even heel plat te slaan. Mag ik dan wel, heeft het dan nog wel nut om al die materiële dingen na te jagen? En daar kan ik ook heel goed uitleg in geven. Dat je dus aan de ene kant ook je mag manifesteren in de wereld met alle aardse dingen. En dat het paradoxaal daar niet het geluk in zit. Maar dat je best kan genieten van een paar Prada schoenen of een dure auto of een tweede huis op Ibiza. Of dat je daar ook wel naar mag streven, zolang je maar je realiseert dat je er uiteindelijk niet gelukkig van wordt. Nee. Dat is een ingewikkelde paradox. Ja. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Dus het klinkt allemaal echt helemaal als je daar je hele leven al heel hard voor gewerkt hebt. Ja, precies. Ja. En dus je ziet dat veel ondernemers hun hele leven voor iets gewerkt hebben. Dan hebben ze het bereikt en dan is er eigenlijk een soort van teleurstelling. Ja. Van, en wat nu? Ik heb het allemaal bereikt en ik ben eigenlijk 10 kilo te zwaar, 20 kilo te zwaar. Ik drink te veel. Ja. Ik loop heel veel aan tegen ongelukkige huwelijken of maîtresses, prostitutiebezoek. Allemaal dat soort dingen waar eigenlijk die heel contraproductief zijn. Ja. Hey, en hoe gebruik jij jouw eigen zakelijke kennis en spiritueel inzicht in combinatie om ondernemers naar een hoger niveau te tillen? Want je werkt net even op een andere manier dan wellicht een andere coach doet. Ja. Nou ja, het is moeilijk om dat nu in één zin samen te vatten. Maar waar het hoeft ook neerkomt, niet in één zin, is dat gevoel van rijk zijn dus niet in geld zit of in wat je bereikt hebt. En weer het paradoxale daarvan is dat je wel iets moet doen in de, laten we zeggen, 100 jaar dat je op de wereld bent. Dus er is niks mis mee om dat na te streven. Alleen, want we moeten iets doen. We kunnen moeilijk de hele dag gaan mediteren en gelukkig zijn. Nee. Dus je moet wel jezelf bezighouden. Maar het echte geluk komt daar niet vandaan. En dat is wat ik, niet alleen ondernemers hoor, ook moeders die 3 kinderen hebben, waar ik heb er ook 3. Nou, dat is heel lang, haal je daar een bepaalde geluk uit, omdat het gewoon heel vervullend is. Totdat je realiseert van je moet die kinderen ook weer loslaten. Ja. En hoe beter je ze loslaat, hoe gelukkiger iedereen is. Dus leven is afscheid nemen. Ja. Afscheid nemen, afscheid nemen, afscheid nemen, afscheid nemen, afscheid nemen. Wonen jouw kinderen nog thuis? Nee. Alle 3? Nee. Oké. Okay. Nee. Ja, dat is dan inderdaad een hele andere fase. Ik heb 2 kinderen. Mijn oudste is 22 en mijn jongste is 17. We wonen allebei nog thuis. Ik kan me er zelf nog helemaal niks bij voorstellen. Maar ik denk wel dat ik alvast een soort van me aan het voorbereiden ben op. Die van 22, die heeft nu al zoiets van, nou, weet je, ik vind het eigenlijk wel goed zo. Ik zou wel zie je er tegenop dat ze uit huis gaan? Nee, eigenlijk niet. Nee, ik heb ze klaargestoomd. En ik heb ze alles meegegeven wat ze nodig hebben. Dus de instrumenten hebben ze. De basis is gelegd. Maar nu praat je over hen, ik praat over jou. Oh ja, nee. Nou ja, nee, want ik zou me dan bijvoorbeeld wel zorgen kunnen maken. Zo van, oh, gaan ze dat dan wel redden? Dat heb ik niet, die zorg. Gaat ook weer over. Ja, nou ja, nee, nee. Hoe voel jij het als ze uit huis gaan? Nou, ik denk dat het een kwestie is van wennen. Maar ik kan me er nu nog geen voorstelling van maken. Ja. Maar ik ben me er wel op aan het voorbereiden. Ja. Ja. Maar het is niet dat ik denk, oh, wat je wel eens van andere moeders hoort. Van, oh, ik moet er niet aan denken dat mijn kinderen dan uit huis gaan. Dat heb ik zelf helemaal niet. Ja. Dat had ik ook niet. Alleen toen mijn oudste echt uit huis ging. Toen ik heb dat ervaren als het grootste liefdesverdriet ever. Oh ja. Echt geen man die mij ooit meer liefdesverdriet heeft bezorgd als het moment dat mijn oudste echt uit huis ging. Want het is onomkeerbaar. Het komt dus nooit meer terug. Nee. Dus het is ook afscheid nemen. Ja, ja. En, het is echt een nieuwe fase. Terwijl ze nota bene 2 straten verderop ging wonen. Hè? Oh, ja. Ik bedoel, ja, maar toch. Ja, maar toch. Ja, ja. Dus, maar even, het is een interessant. Het is een interessante. Hè, of het nou over ondernemen gaat of het ouderschap. Ja. Het is iets waar je je volledig voor hebt ingezet, wat afloopt. En het grappige is dat als je in je ouderschap het ultieme doel hebt bereikt, namelijk je hebt je kinderen zelfstandig gemaakt. Want het doel van ouderschap is jezelf overbodig maken. Klopt. Als dat gelukt is, dan heb je succes en dan zou je gelukkig moeten zijn. En dan ben je eigenlijk helemaal niet happy. En het ondernemerschap is eigenlijk hetzelfde. Je jaagt een bepaalde target na, whatever it is.
En als je dat dan hebt, dan kom je er dus heel vaak achter dat je dan nog steeds niet gelukkig bent. Ja. Dus dat maakt ook niet uit. Het kan ook zijn mensen die 30 kilo zijn afgevallen of mensen die bepaalde doelen hebben bereikt. Ja. Ja. En wat jaag jij nu nog na? Ik wil echt heel graag heel beroemd worden. En ik wil heel graag de hele wereld overreizen. Maar daar heb de hele wereld al overgereisd. Maar ik wil niet reizen om de landen nou, om dan daar te gaan sightseeën, zeg maar. Maar ik vind het heel leuk om mensen te ontmoeten. Gelijkgestemden. Ik word nu regelmatig gevraagd om bijvoorbeeld mee te doen aan seminars of aan retretes. En dan kom ik allemaal mensen tegen die... ik heb net een retrette gedaan. Op Ibiza of hier? Ja, bij Six Senses. En daar was dokter Mindy. Die is alleen maar bezig met vasten en anti-aging en bla bla bla. En dan raak ik heel erg geïnspireerd door hoe andere mensen het aanpakken. Dus het is een honger naar kennis. Een honger naar andere mensen die met hetzelfde bezig zijn. Ja, en heel simpel. Ik word 60 volgend jaar. Ik zeg altijd, een beetje pech moet ik nog 30 jaar. Dus dan, wat ga ik doen? Ik wil leuke dingen doen. Ja. Dus ik wil mijn kennis overdragen. En mijn ego-honger stillen naar gehoord worden. En cool. Ja, helpen, troosten. Ja, bijna 60. Wat is jouw geheim? Ik heb een hele goede plastisch chirurg. Ja. Ook heel belangrijk. En gezond eten. En sporten. Sporten. En veel seks. Ja, daar word je ook. Ja. Daar ga je er ook heel goed van uitzien. Ik heb naar de podcast gekeken met Giel Beelen. Ja. En ik vond het echt hartstikke leuk. Ik heb echt van begin tot het eind heb ik echt aan de buis gekluisterd gezeten. Mm-hmm. Ik vond het ook heel belangrijk om even... Nou, gewoon te zien. Dan verraad je wel je leeftijd mee, hè? De buis gekluisterd. Ik weet niet of twintigers weten wat je dan bedoelt. Ik denk dat de meeste mensen het wel begrijpen. Voor buis? Ik weet het niet. Ja, terwijl ik ben helemaal niet iemand die veel naar televisie kijkt. En ik ben ook helemaal niet onwijs van de YouTube en dat soort kanalen en zo. Ik sport zelf ook heel veel. Ik lees graag, et cetera, et cetera. Maar goed, ik zat dus te kijken. En nou, dat was zo'n opvallend dingetje. Dat vond ik zo grappig. Ik denk... Dit is echt een van de dingen die ik echt graag met je wil bespreken. Ja. En dat ging over affirmaties. Oh ja, ik vond jouw reactie, ik vond het sowieso magisch. Uh-huh. Ik snapte het ook wel. Maar tegelijkertijd ontkrachtte het ook een beetje het gevoel wat ik dacht dat het met mij deed. Hè? Dus want op een gegeven moment heeft Giel het over affirmaties. En toen zei jij van, Ja, je was best kritisch daarover. Kan je daar even iets over vertellen? Zeker. Ik geloof dat het startpunt van spirituele ontwikkeling altijd is de realisatie en het kunnen durven, het kunnen en het durven voelen dat de kern is dat je van jezelf voelt dat je niet goed genoeg bent. Zelfafwijzing. Ja. Diepe zelfafwijzing, dat is ook wel, als je het uitlegt, is dat preverbaal trauma. Dat betekent, het preverbaal trauma is trauma wat je oploopt als je nog niet kan praten. Ja. Dus baby dus. Ja, je kan pas praten zo rond 1,5, 2. Hè, dan kan je woorden vinden. Dus zeg maar in de eerste 2 jaar kan je trauma oplopen waar je als het ware nog geen woorden voor hebt. Maar dat slaat zich op celniveau. Later ga je daar woorden aan geven, aan dat gevoel. Maar op het moment dat dat trauma ontstaat, heb je er geen woorden voor, want je hebt nog geen taal tot je beschikking. Ja. Nou, een van onze eerste trauma's, dat is echt het meest basale preverbale trauma, is als je in je wieg ligt. Je ligt daar en je weet dat je doodgaat als niet iemand jou uit die wieg haalt en je eten komt brengen of een dekentje of dit. Dat is hartstikke angstig, dat is doodsangst. Maar omdat we het allemaal meemaken, gaan we er een beetje aan voorbij. Omdat we het allemaal hebben. En dat gevoel, dat onheimische gevoel dat je alleen in je wiegje ligt en dat je nooit helemaal zeker weet of iemand je oppakt, dat slaan we op celniveau. En dat is eigenlijk, later vertalen we dat naar... Ben ik wel goed genoeg? Ik ben niet goed genoeg. Dat is eigenlijk een soort vertaling van dat gevoel wat we allemaal hebben.
zelfafwijzing. Nou, vanuit die preverbale trauma gaan we een identiteit ontwikkelen. En die identiteit is ook mijn naam. Is, in mijn geval, ik ben Ashken, ik ben vrouw, ik ben moeder van 3 kinderen. Ik ben therapeut, ik ben de ex van Jimmy Nelson. Bla, 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 ja. bla. Dat is allemaal ego, ego, ego. Die ik om die kern van dat niet goed genoeg voelen heb gebouwd. Om dat eigenlijk niet meer te hoeven voelen. Dus op het moment dat ik een affirmatie ga doen, omdat ik eigenlijk voorzichtig in contact kom met dat gevoel, ik ben niet goed genoeg. En ik denk, oh, maar ik ga gewoon 100 keer tegen mezelf zeggen, ik ben het waard, ik ben goed genoeg, ik ben mooi, of al die informaties. Dan is dat eigenlijk weer een nieuwe toevoeging aan die ego-laag, aan die identiteit. De kunst is eigenlijk om eerst als het ware helemaal af te dalen, ja. naar dat niet goed genoeg voelen. Als je dat omarmt en echt weet van oké, dat is de kern en daar moet ik mee gaan leren dealen, dan kan je heus wel affirmaties gebruiken om jezelf door de dagelijkse gang van zaken heen te kletsen. Maar op het moment dat je het gebruikt als afdekking om dat gevoel niet te hoeven voelen, en dat wordt heel vaak gedaan, dan helpt het niet. Dan is het als het ware een soort van make-up laagje, waardoor je er even je wat beter voelt, maar het is niet die diepe afdaling naar vrienden worden met de zelfafwijzing. Ja, ja, ik voelde hem heel erg en ik denk dat dit is een onderdeel, daar zouden we denk ik, een onderwerp, sorry. Wat voelde je? Wat gebeurde er? Nou, ik ben vorig jaar in november ben ik begonnen met de podcast, de November podcast. Ja. En na de tweede of derde aflevering was ik helemaal klaar mee. Ik zag mezelf terug op beeld en ik dacht alleen maar, ik ben te dik. Oh, mijn stem is veel te hees. Wie zit hier in godsnaam op te wachten? Oh, ik moet hier een succes van maken, want anderen verwachten dat van mij. Ik had allerlei overtuigingen en dingen mezelf aangepraat en ja, ik zat er gewoon echt helemaal niet lekker in. Ik ben toen in contact gekomen met een dame, omdat ik dacht, ik heb mediatraining nodig, want ik heb nog nooit voor een camera gestaan en misschien zit het hem dan daarin. Dus ik heb toen ben in contact gekomen met een dame, Paulien Pater, fantastische vrouw. En daar kwam ik en ik vertelde van nou, ik heb mediatraining nodig, want ik ben een podcasthost. En ja, ik word zenuwachtig op het moment dat de camera draait. Ik raak dan een beetje uit balans en ik raak in paniek. En ik dacht, oh, zij gaat mij nu alle tools en tips geven van wat je dan moet doen om je zenuwen zeg maar onder bedwang te houden. En ik ging zitten en toen zei ze, nou ja, weet je, ik kan jou eigenlijk geen tips geven. We moeten gewoon bij jou diep naar binnen. Want als jij je zo voelt, dan komt dat ergens vandaan. Dus je kan allerlei tips krijgen. Hè? Dus dat je van tevoren, ik vind wat, ademhalingstechnieken moet gaan doen. Maar ze zegt, nee, dit is echt een onderliggend probleem. Ja, en zo is zij dus echt tot de kern gekomen. Ik had een sessie en dat duurde eigenlijk 1,5 uur. En ik ging na 3 uur, liep ik de deur uit. Helemaal overstuur. Omdat ik dacht, ja, weet je, er kwamen mijn eigenlijk cliënten hebben ook altijd hoofdpijn als ze voor het eerst gaan zeggen. Precies, ik had hoofdpijn. Ja. Het heeft me onwijs aan het denken gezet. En ja, weet je, op het moment dat ik daar zat, dacht ik dat ik oké was en dat ik de hele wereld aan kon. En dat ik gewoon even wat technieken nodig had om de camera de baas te worden. Maar dat was het helemaal niet. Er zaten zoveel dingen onderliggend die maakten dat ik me zo onzeker voelde. En waarom raakte dat dan met die affirmaties? Nou, omdat voordat ik bij Paulien kwam, deed ik mijn dagelijkse affirmaties. Ja. En dan was ik iedere keer bezig van, en ik ben dit. En ik dacht, als die podcastopname weer is, dan sta ik er. En dan had ik een heel rijntje en dat plakte ik dan op de spiegel. Maar ja, het hielp niet. Hè? Na de derde aflevering was ik gewoon helemaal kapot. Omdat ik echt dacht van, ja, weet je, dit moet ik gewoon niet doen. Laat ik maar gewoon me houden bij detacheren. Dus ik voelde het heel erg wat jij zei. Mm-hmm. Ja, want ik zit er nu nog middenin. Ik ben ook nog lang niet klaar. Je bent nooit klaar. Nee, en dat vind ik ook helemaal niet erg. Ik word nu ook heel persoonlijk. Maar ik vind het ook helemaal niet erg om toe te geven dat je echt wel even niet oké mag zijn. Dat is gewoon helemaal oké. Dat was ik op dat moment ook niet. En dat komt ergens vandaan. Of juist wel, hè? Nou ja, het is maar net hoe je het ziet. Ja. Maar dus ik herkende dat gewoon heel erg. Dus dat raakte mij enorm. Omdat ik dacht, ja, dat is eigenlijk de eerste persoon die dit gewoon zo
eerlijk op televisie ook echt aangeeft. Ja. Die dat gewoon die dat nou ja, dus uitspreekt. Is, nou ja, en het gaat over comfortabel worden met dat afschuwelijke gevoel. Precies. En het doet echt afschuwelijk. Ja, echt. En daar comfortabel mee worden. Ik heb het zelf heel erg, zeg maar, in de romantiek. Dat ik dan heel erg getriggerd kan worden in dat gevoel van niet goed genoeg zijn op alle fronten. Ja, en dat is zeg maar nog veel oncomfortabeler dan op werkgebied. Want daar kan je nog een soort van externe validatie. Hè, zolang ik een overvolle agenda en een wachtlijst heb, dan zal ik wel iets goed doen. Ja. Maar in de romantiek is dat veel sensitiever en ook gaat veel dieper. Hè. Daar gaat natuurlijk over heel veel afwijzing met vaders, moeders, bla bla bla. Maar daarin, de discomfort die ik daar kan ervaren is zo pijnlijk. En daar doorheen gaan. En dan raak je echt vrij. Hè? Ja. Want dan ben je dus nergens bang meer voor. Nee, precies. En dat. Daar gaat het over. Ja. Ik zeg ook altijd, ik verkoop niet. Hè, mensen komen vaak bij me en zeggen ze, ja, ik wil me beter voelen. Of ik wil dit. En dan zeg ik, nou, ik verkoop niet dat jij je beter gaat voelen. Ik verkoop dat jij je vrij voelt. Ja. Ik verkoop dat jij weer levenslust hebt vanuit vrijheid. Ja. En vrij ben je alleen maar als alles er mag zijn. Ja, nee, absoluut. Ja. En hoe combineer jij dit? Of tenminste, je doet dat ook toch op een spirituele manier. Maar wat betekent dan spiritualiteit voor jou? En hoe breng je dit dan samen? Nou, ik zeg altijd, vooral omdat ik zoveel mannen heb, dan zeg ik altijd, don't worry, ik ga niet over sterrenbeelden praten of over chakra's of dat soort dingen, don't worry. En ik heb niks tegen sterrenbeelden en chakra's, maar het is niet mijn tool. Spiritualiteit is voor mij het besef dat je niet je identiteit en je ego bent, maar dat je bewustzijn bent. En dat je dus alles wat je neerzet op aarde, dat je dat niet bent. Dat is een rol. Ja. En die rol, die rol mag je voor een heel groot gedeelte zelf kiezen. Jij mag kiezen of je de hoofdrol wil, of de bijrol. Of dat je in het publiek wil zitten, of techniek wil doen. Ik stel altijd voor, je staat bij een grote stad Schouwburg. En je komt binnen en je mag bij de ingang kiezen welke rol je wil. En ik denk dat jij en ik best een grote rol willen. Ja, ik wil maar de hoofdrol. Maar dan moet je heel veel tekst leren. Ja, en je moet heel vaak komen repeteren. Ja. En je maakt heel veel fouten. Want iedereen. En er zijn mensen die zijn veel blijer in het publiek. En je hebt mensen die zijn veel blijer in de coulissen. Dat mag allemaal. En wij mogen ook beslissen dat we die hoofdrol niet meer willen. En toch een bijrol willen. Of mensen die een bijrol hebben gekozen, toch een hoofdrol. Maar het is een groot toneelstuk. Ja. En ik gebruik vaak de metafoor Sean Connery. Oké, ja, want je had het ook over de computer. Ja, de en Sean Connery, ook een mooie. Had ik Sean Connery, hè, die is de perfecte James Bond. Op de set is hij James Bond. En dan vinden wij hem ook echt een hele goede James Bond. Maar we gaan er allemaal van uit dat als Sean Connery naar huis gaat, dat hij dan zich weer herinnert dat hij Sean Connery is. Ja. Als hij thuis ook nog denkt dat hij James Bond is, dan denken we dat hij niet helemaal lekker in zijn hoofd is. Nee. Maar in feite is dat hoe ik ook zie onze rol op aarde. Is zoals Sean Connery op de set. Hier zijn we James Bond. Maar het is heel belangrijk dat je een aantal keer per dag, en misschien het liefst zou je dat je hele tijd willen herinneren, maar zo werkt onze menselijke geest niet, dat we eigenlijk hoger bewustzijn zijn. En we zijn niet wat we hier zijn. En dat kan je niet in één keer begrijpen. Nee. Omdat de menselijke geest zich daartegen verzet. Omdat hij het niet begrijpt. Maar komt dat niet? Is dat niet ook omdat wij ook anders zijn geprogrammeerd? Dat we dat niet zo voelen? Nee, het is gewoon de beperking van het brein. Okay. Kijk, het brein kan ook niet goed begrijpen dat het heelal oneindig is. Dat accepteren we als feit, omdat iedereen het zegt. Ja. Maar we kunnen het ons niet voorstellen. Dat is hetzelfde. Dat gaat eigenlijk buiten. Dat is gewoon daar. Ons brein is heel beperkt. Ja. Hey, en de beste versie van jezelf. Ugh. Daar gaan jouw nekharen van overeind staan. Ja. Waarom? Omdat je. Ik vind het ook een vervelende uitspraak. Maar nou, goed. Omdat je ook. Net als dat ik zeg, ik ben een coach die geen doelen stelt. Don't worry, je hoeft bij mij geen doelen. Ik haat doelen. Want een doel of een beste versie van jezelf houdt direct in of impliceert dat wat je vandaag bent niet goed genoeg is. Ja.
En het gaat er juist om dat wat je vandaag bent, is al de beste versie van jezelf vandaag. Je versterkt namelijk het gevoel, hè, dat je de beste versie van jezelf wil worden, dus dat je het nu niet bent. Precies. Ja. En ook doelen stellen. Tuurlijk moeten we doelen stellen. En natuurlijk moet je zeggen, hè, ik wil bijvoorbeeld heel graag volgend jaar mijn administratie wat strakker op orde hebben. Dus ik heb nu een software en dat snap ik allemaal niet. En nou, geeft heel veel stress, want ik kan dat niet. En denk ik dan, dus nou, bla bla bla. Maar dus het is niet dat je geen doelen mag stellen. Alleen, ik doe het gewoon nu al heel goed, zoals ik het nu doe. Ja. Met alle chaos en alle vergeet soms facturen te sturen omdat ik niet een goed systeem heb. En omdat ik het te druk heb en noem maar op. Maar het betekent niet dat ik nu verkeerd bezig ben. Nee. Heeft jouw spiritualiteit invloed gehad op je beslissingen in ondernemen en bijvoorbeeld ook in investeren? En zo, nou, hoe dan? Ja, ik heb heel vaak gedacht in mijn leven, waarom ga ik dit nu op dit moment doen? Sorry, er zijn echt andere dingen die, weet je, andere potjes die op het vuur staan. Maar ik heb wel heel erg geleerd om dat te vertrouwen. En dat is ook eigenlijk altijd, ja zeker. Ik heb heel veel beslissingen genomen die later mij geen windeieren hebben gelegd. Ja. Ja. En kun je dan een voorbeeld daarvan noemen? Ja, ik heb een, het was in, even denken hoor, 1999, een heel groot pand gekocht. Wat er was opslag aan de Leijmansgracht in Amsterdam. En ik was helemaal verliefd geworden op dat huis. En ik heb het via de eigenaar gevonden. Daar ben ik naartoe gegaan. Hij zegt, ik wil heel graag jouw pand kopen. Volgens mij gebruik je het bijna niet. Het zei hij, ik ga het niet verkopen. En ik bleef zeuren. En zei hij, oké, ik verkoop het aan je. Maar dan moet je dat en dat pand erbij kopen. Want daar kan ik niet van af. Als je ze allebei koopt, mag je het hebben. En ik had helemaal geen geld voor twee panden. Ook niet voor die ene eigenlijk. Maar ik dacht, ik kan die tweede doorverkopen. Als ik ze gewoon, als ik dat opneem in de verkoopvoorwaarden van, geef me 3 maanden de tijd om het voor jou door te verkopen. En anders vervalt de hele koop. En dus ik had een constructie verzonnen waarin ik eigenlijk geen risico liep. Maar ik moest wel in 3 maanden dat pand verkopen. Wat hem al 10 jaar niet gelukt was. En iedereen om mij heen zei, moet je niet doen. En toen bleek ook nog dat er in dat pand dat het helemaal vol asbest zat. Oh. Toen ben ik met de makelaar doorheen gelopen, omdat ik een taxatie nodig had voor de bank. En die makelaar die zei, oh my god, kan je hier nog van af? Kan je hier nog van af? Dit moet je echt niet doen. Oh, wat erg. En toen zei ik, nee, ik heb al een voorlopig koopcontract getekend. Ik ga het doen. Ik voel dat het goed is. Nou, uiteindelijk heb ik daar mijn eerste kapitaal mee verdiend. Ik heb dat later doorverkocht voor 4 miljoen gulden nog. Maar echt heel veel mee verdiend. En dat is echt puur op guts. Echt, jouw intuïtie zei, dit totaal. Moet je gewoon doen. Ja, ja, ook wel inzagen. Natuurlijk ook wel, maar wel tegen de stroom in. Hey, wij kunnen denk ik uren verder praten. Ik ben eigenlijk heel benieuwd, wat mogen we nog verwachten van jou de komende periode? Heb je een gaaf project waar je nu je tanden in gaat zetten? Ik heb heel veel plannen, waaronder ook mijn eigen podcast volgend jaar. Ja. Ik wil heel graag een boek maken, maar ik heb zoveel ideeën dat ik dat I'm spoiled for choice. En dat is echt mijn valkuil, dat ik te veel ideeën heb. Welke ga ik uitvoeren? Ik geef 2 of 3 retretes in februari op Ibiza. Die moet ik echt nog even in kaart zetten. En daar is ook nog plek als mensen daar mee willen. Daarin doe ik een hele transformatie. Dus je komt 7 dagen met mij intern. Dan ga je zowel eigenlijk mentaal transformeren als fysiek. 7 dagen sporten, 2 keer per dag. Gezond eten. Ik leer je ook koken. Ze gaat echt helemaal 180 graden naar je issues kijken. Dus ja, en verder ben ik altijd bezig met mijn praktijk. Nog strakker. Ja. En dus altijd blij met nieuwe cliënten, spannende cliënten.
trajecten. Ja, ja. Cool. Ja. En jij? Ik ben heel benieuwd naar jou. Ja, nou, leuk dat je dat vraagt. Nadat ik zeg maar het traject bij Paulien in ben gegaan, heb ik een aantal zaken omarmd. Waar ik eigenlijk vroeger geen weet van had dat het überhaupt bestond. Maar het zat er. Geef eens een voorbeeld. Ik denk een van de... Ik heb slecht contact met mijn vader. En ik heb altijd gezegd tegen iedereen... Dat vind ik helemaal niet erg. Want dan belt hij na 5 jaar, prima. Nee joh, dat is helemaal niet erg. En ik heb nooit wat gemist. Dat riep ik altijd. Tot vorig jaar nog. En eigenlijk ben ik er nu achter gekomen dat ik er heel veel last van heb. En dat ik wel dingen heb gemist, maar dat ik dat nooit heb durven te erkennen. Ook om mijn moeder niet een rot gevoel te geven. Dat kwam ook weer terug in de relaties die ik aan ben gegaan. Die uiteindelijk ook weer stuk zijn gelopen. Dat ik maar niet kon voorstellen dat het aan mij had gelegen. Daar ben ik best van geschrokken. Dat er toch dan intern zoveel speelt. Wat is dat schrikken, denk je? Ja, omdat je gewoon de overtuiging was gewoon, er is niets aan de hand. Komt eigenlijk een scheurtje in je evenlaag. Ja, precies. Ja, ja. Je hebt een bepaald beeld van er jezelf. Er is niets aan de hand. En dan merk je van, er is wel wat aan de hand. En het is helemaal niet erg. Normaal gesproken, als iemand mij opbelt en vraagt hoe gaat het, dan zeg ik altijd goed. Nee, hartstikke goed. Iedereen ging er altijd vanuit. Jessica is altijd vrolijk. Ze is er altijd. Ze is altijd op tijd. Ze is altijd aanwezig. Alles is altijd goed geregeld. Maar ik had gewoon heel slecht voor mezelf gezorgd. Wel voor de ander heel goed. En daar ben ik mee aan de slag gegaan. En ik ben er nog lang niet. Maar te erkennen dat er iets is... En wat is dan jouw einddroomdoel? Ik wil heel graag op een podium staan. En ik wil graag inspireren, motiveren. En vooral jonge moeders... Jonge alleenstaande moeders of jonge alleenstaande vaders, dat kan natuurlijk ook. Maar ik zou me graag op die groep vrouwen willen richten. Die echt denken dat ze niets kunnen, dat er geen toekomst in zit. Alles is uitzichtloos, we hebben geen geld. Nou ja, hè, alle tegenwerpingen die je kan horen. Daar zou ik heel graag mee aan de slag willen gaan in de vorm van een stichting. Maar daarnaast denk ik dat... Ik heb best een mooi verhaal. Hè? Dus als je gaat kijken vanaf het begin van mijn geboorte tot aan waar ik nu sta. Daar zou ik wat mee willen doen. Mm-hmm. Maar ik zou graag een podium willen daarvoor. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je practice what you preach. Ja, hè? Letterlijk. Dat echt gewoon dat je daar een soort rond gevoel over krijgt. Dat dat duurt nog even. Nou, dat duurt nog even, want ik ben ook nog niet... Ik ben nooit klaar, maar ik bedoel, ik ben er nog niet aan toe. Hè? Dus op het moment dat jij een ander wil gaan coachen... Hè, om een ander een goed gevoel te geven, wat handvaten te geven... dan moet je zelf natuurlijk wel... Hè, zo maar daar ga je al, hè, eigenlijk een goed gevoel te geven. Dat is helemaal niet nodig. Nou, niet een goed gevoel te geven, maar goed, je moet in balans zijn. Ja, het sluipt erin. En want eigenlijk wil je alleen maar iemand in de spiegel laten leren kijken. Nou, en het woord balans... Leven is geen balans. Nee, maar ik denk dat wel dat... streven. Is zo, maar ik denk op het moment als je jezelf ongelukkig voelt... of je houdt je vast aan bepaalde overtuigingen of dingen die je hebt meegemaakt... en dat komt iedere keer weer terug... dan wordt het wel heel lastig om een ander in de spiegel te laten kijken. Tuurlijk. Ja, tuurlijk. Nee, absoluut mee eens. Je moet wel zelf durven. Ja. Wordt tijd voor een coaching sessie, dus ik ga nou, jou... Wat ik heel spannend vind, is dat ik op mijn leeftijd nog zoveel dingetjes tegenkom. Het is dus echt nooit klaar. Nee. En je gaat ook, ik zeg wel eens, het is net als dat je een huis gaat schoonmaken wat net verbouwd is. Eerst ben je gewoon blij dat het grote stof weg is en de bouwvakkers. En op een gegeven moment denk je, hey, er ligt ook nog stof op de plinten. En er ligt nog stof op het lampje. Ja. En dat is heel leuk. Naarmate je ouder wordt, realiseer je dat er eigenlijk altijd ergens nog wel wat stof ligt. Want je kan, ook al is het grote puin eruit, er is altijd stof. Ja. Dank je wel voor de mooie woorden. Dank. Voor je openhartigheid vooral. Ik vind je een hele bijzondere vrouw. Dank je. Dat jij vond ik ook. Eigenlijk al op het moment dat ik naar je foto keek. Dat ik dacht, dit is wel iemand waar ik in ieder geval heel veel van kan leren.
Dank dus je. Dankjewel voor je komst. En ik van jou, denk ik. Dank je. Tof dat je naar deze aflevering hebt gekeken. Dankjewel daarvoor. Ben je geïnspireerd geraakt en zoek je naar een nieuw begin in welke maand dan ook? November is het antwoord. Wij bemiddelen professionals binnen de publieke sector, onderwijs en HR. Check www.november.nl voor al onze vacatures en schrijf je in. Vergeet ons niet te volgen op onze socials. Deel, like en abonneer. Tot snel.